Hallo allemaal, ik ben Ruud en ik speel viool. Ik ben zelf begonnen met viool toen ik ongeveer 8 jaar oud was. Ik had toen een concert gezien op televisie waar een orkest speelde. In een orkest spelen vaak veel violen mee en ik hield meteen van de klank. Viool is een van de strijkinstrumenten van het orkest. Dat betekent dat die familie is van de altviool, de cello en de contrabas die jullie ook nog zullen tegenkomen. Strijkinstrument, dat betekent dat we een strijkstok hebben om het instrument te bespelen. Die strijkstok bestaat voor de helft uit hout, aan deze kant, en voor de andere helft uit paardenhaar, aan de andere kant. De viool zelf bestaat grotendeels uit hout, behalve de snaren dan, natuurlijk. Je kan de viool bespelen door die op je linkerschouder te zetten en over de snaren te gaan met de strijkstok. We hebben 4 snaren. Om nu nog meer noten te kunnen spelen of meer klanken te kunnen maken, kan je ook nog de vingers van de linkerhand hier op de toets zetten. En dan kan je allerlei leuke melodietjes spelen, zoals bijvoorbeeld. Ik vind viool zelf een superleuk en mooi instrument, omdat je ook heel veel verschillende emoties mee kan uitdrukken. Je kan het bijvoorbeeld heel kwaad doen klinken. Je kan het heel erg lief doen klinken. Je kan zelfs verschillende noten tegelijkertijd spelen. Viool is een super tof instrument, omdat het echt een groepsinstrument is. Het past in verschillende orkesten en dat zorgt natuurlijk voor een gezellig groepsgevoel. En dat samenspelen met andere instrumenten vind ik zelf nog steeds een van de leukste dingen aan viool.